Najib, is dit een vernedering? Een vernedering, ja. Ik wil het geen vernedering noemen eigenlijk. Ja. Weet je, ze komen gewoon spelers tekort en een Bali is geblesseerd. Walid is geblesseerd. Een dikke Hulshoff zit met een schorsing. Dus ja, vernedering wil ik niet zeggen. Ze spelen eigenlijk met een tweede, als je het zo mag noemen. Dus van vernedering wil ik het niet over hebben. Hoe lekker is het om zo te winnen van deze tegenstander naar vorig seizoen? Ja, dit is super lekker. Dit komt natuurlijk voor ons heerlijk, net voor de winterstop natuurlijk en voor het vertrouwen natuurlijk. En zo sluiten we het eigenlijk goed af, de eerste seizoenshelft, want we hebben eigenlijk een slechte start gehad en dit maakt het eigenlijk helemaal goed. Bali eruit bij de tegenstander, betekent dat dat ze eigenlijk niet meetellen in de play-offs? Het is wel een sterke speler. Ja, dat denk ik wel, want Bali is eigenlijk een apart geval, want zo'n voetballer, ik vind persoonlijk een van de betere voetballers van de wereld natuurlijk, qua 1 tegen 1. En ja, het verschil, je voelt het gewoon in de wedstrijd, als hij er is of hij er niet is. Ja, het verschil is gewoon te groot, ook voor VDL. Tot slot, de 6-0, actie voor jou vooraf, weet je nog? Ja, een dribbel, die ik wel eens vaker doe en dit keer lukt hij. En Samir schiet hem goed erin, dus maakt het helemaal mooi af eigenlijk. Dus, is mijn moment van de week, ook voor jou? Ja, als het voor jou is, dan is het voor mij ook. Dus dankjewel.